Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn inmiddels een tijdje hier in de woning. We zijn natuurlijk naar de IKEA geweest. Nou, je ziet het mooie vloerkleed, dat ligt hier. Vrouwtje is nog bezig om alles leuk neer te zetten, noem het dan maar op. De bank die gaat ze vandaag reinigen, dus dat gaat ook super nice worden. Dit apparaat hebben we van Lieve Lena en Kreet mogen lenen. En echt een heel speciaal apparaat om de bank dus grondig te reinigen. Zijn we natuurlijk wat vroeger hier komen wonen dan was afgesproken. Zoals jullie kunnen zien, de verhuurder die wist het eigenlijk ook niet. Maar er is een lekkage op het dak en we hebben hier helaas ook weer last van schimmel. Maar dit gaat allemaal netjes opgelet worden. Maandag komt er al iemand ons helpen. Voor de rest zijn hier nog wat kleine scheurtjes te zien in het hout of in het dak of in het plafond, of hoe je het ook wil noemen. Wij gaan dit binnenkort, als we hier een tijdje wonen. Oh, sorry mensen. Oh, Donnie is ook natuurlijk aan het gamen. Donnie is trouwens weer niet heel erg lekker. Gisteren waren we naar Lena gegaan en gingen weer spugen. Het was natuurlijk ook veel te laat, dus vandaag doen we lekker een chill dagje. Maar dat gaan we allemaal, ik wil eigenlijk als in de oude woning, alles weer in de crepie of in de structuurverf eigenlijk. Hoe wij dat in Nederland noemen, maar hier in België noemen ze dat crepie. En dan wil ik het eigenlijk hier overal weer gaan doen, zodat het heel erg mooi wordt. Want je hebt natuurlijk, ik weet niet of dat op video goed te zien is. Nou ja, ik zie het wel in ieder geval. Ik kan daar heel slecht tegen, dus oneffenheden, noem het allemaal maar op. Dus, maar dat zijn allemaal kleine dingetjes, daar gaan we dus binnenkort aan beginnen. Er wordt naar de radiator gekeken die het niet deed, die voor in de voorkamer is, zeg maar. Dus alles wordt gewoon naar behoren gemaakt. Maar ja, we zijn natuurlijk ook veel te vroeg hier in de woning gekomen. We zouden pas in februari de woning gaan betreden. En maandag komt er iemand. Dus we zijn nog steeds super dankbaar dat we hier mogen wonen. Oh ja, deze leuke prullenbak, die hebben we ook gekocht bij de IKEA. Super blij mee. Nou, hier kennen jullie het kleed eventjes wat van dichterbij bekijken. Zie je dat? Het is een heel mooi kleed. Ja, daar hadden we dus ook nog van die leuke koffiekopjes gevonden bij de IKEA. Ja, en deze nog. Zo eentje. Maar we hebben dus geen leuke meubels kunnen vinden. We hebben eigenlijk maar een bepaald budget wat we kunnen uitgeven. Dus om alles nieuw te kopen bij de IKEA, dat gaat hem helaas niet worden. Dus we zijn nu volop bezig om op Marktplaats, Facebook, overal te kijken naar spullen die bij ons passen. Dus het wordt eigenlijk een beetje een sport om nu te jagen, te zoeken naar goedkope meubeltjes. Mevrouwtje en ik zijn er wel heel goed in om Marktplaats rondstruinen. Dus we hebben al een paar leuke dingen gezien. We konden zelfs al een paar leuke dingen ophalen. Maar we zitten nu met het probleem dat we geen trekhaak hebben en geen aanhanger. Dus, en we kunnen nu ook even geen busje lenen. Dus we moeten dat wel eventjes verstandig gaan plannen. En zoals ik al zei, dit weekend gaan we gewoon lekker thuis, lekker relaxed chillen. Kijk, en Jenny had dit superleuke hoekje gemaakt. Ziet er echt nice uit. En gisteren had ik deze prachtige Amsterdamse tulpen voor de gekocht. Dus dat was een hele verrassing voor haar, want ik koop eigenlijk bijna nooit bloemetjes voor haar. Ja, dan laat ik jullie even heel snel wat heel erg zien, maar jullie snappen het, er zijn nog geen kasten. Ja, dit ligt gewoon, ik ga niet eens naar binnen mensen, het is verschrikkelijk. Die kamer ligt nog helemaal vol. Dan hebben we hier in de gang hebben we nog een mooi dressoir of ik weet niet, kastmeubel. Ik weet ook niet hoe het heet mensen, er liggen nog allemaal spulletjes op. Dat moet allemaal knap en netjes. Hier gaan we, hier is dit opgehangen, hartstikke leuk. Maar hier in het plafond zie je ook wat scheefs. Maar dat is allemaal ouderdom natuurlijk. En dat gaan we zelf allemaal netjes opknappen. Want we zijn wel van plan om hier een hele lange tijd te blijven. Dus dat is super nice. Nou, dan is dat natuurlijk de kamer waar nu de radiator het even niet doet. Daar wordt maandag dus gelukkig naar gekeken. En ja, je ziet het. Het is allemaal een beetje viezig. Maar dat gaan we allemaal netjes maken. Nou, Jenny is net lekker gedoucht. Je ziet het. We hadden die schimmel al natuurlijk behandeld, maar helaas is er een lekkage daarboven. En dat gaat allemaal verholpen worden, dus daar zijn we echt super blij mee. Ja mensen, en ik probeer nog steeds te stoppen met roken, maar helaas lukt dat niet zo goed nog. Maar ja, we hebben hier nog steeds dat leuke buitenplaatje waar we gewoon lekker kunnen roken. En niet binnen meer dus geen stank meer binnen, nog steeds geen beesten natuurlijk binnen. Dat gaat ook niet gebeuren, dus super chill. Mensen, laat even weten welke pizza van de Pizza Hut jullie het lekkerst vinden. We hebben de salami, de barbecue chicken, de four cheese en de barbecue bacon. Welke vind jij het lekkerst? Van de, je weet het wel hè, Pizza Hut. Welkom bij een nieuwe vlog.
Ik ben vandaag met Jenny even samen. Donnie is naar school, Matteo is aan het werken. Wij gaan straks even een reisje maken naar de Jisk. Dat is een soort IKEA. Maar daar gaan we dus niet heen. We gaan niet naar de IKEA. Maar we gaan eens even bij de Jisk kijken. En als het goed is, heeft mevrouwtje daar op internet al twee hele mooie kasten gezien. En nog een paar andere dingetjes. Dus we gaan er even heen en we laten jullie de hele winkel natuurlijk zien. Wat ze daar allemaal verkopen en wat het allemaal kost. En noem het maar op. Dus blijf kijken. Nou, wel gezellig mensen, met mijn vrouwtje alleen op stap, zonder kinderen. Ja. Lekker hè? Kijk, deze wagen mensen, wauw, wauw, wauw. Oké mensen, we zijn aangekomen dus bij de Jisk. Yes, let's go. Nou, hier staan we. Echt wel een heleboel meubeltjes en die gaan we zeker wel wat leuks vinden. Dus dat komt goed. Kijk wat ze er allemaal verkopen. Echt hele leuke dingetjes. Kijk hoe leuk mensen, hebben zelfs dingen van Pokémon, van Minecraft. Nou, dit is zo'n Paw Patrol, Mario, Sonic, Peppa Pig, Frozen. Ik weet niet wat dit is, My Little Pony. En ik weet eigenlijk niet wat dit is. My Love Horses. Meer bakjes. Ik vind dit zelf wel mooi, zoiets. Ja, dan heb je geen hanggedeelte, dan moet je gewoon alles in de laas leggen. Ja, dat vind ik niks. Vind je niks, hè? Nee. Ja, ik vind het wel nice. Ik zou het wel willen, mensen, maar ja. Zij is de baas, hè? Zij is de baas. Kijk, ze hebben ook nog allemaal gamestoelen hier, al. Echt niet te geloven. Dan heb je hier nog allemaal spiegels en kledingrekken. Ha, en dan heb jij een stoel gevonden. Dit wil ze. Of niet, schat? Lekker stoffie hoor. Ja, hè? Mooi, hè? Kijk, je hebt ook nog een bankje ervan. Ook wel nice om even lekker te gaan zitten. Koffie! Nou, mensen, goed en slecht nieuws. Hier in waar we nu zijn, hebben ze de kast niet. Wij gaan nu richting Brussel. Daar hebben ze er nog één staan. De tweede kast, die heb Jenny dus hier al betaald en besteld, dus dat komt helemaal goed. En van mezelf, gewoon van, maak niet uit, doe het gewoon. Kijk eens mensen, kijk hoe we de beste. We hebben één kast kunnen kopen, de andere komt dus later. Nou, kijk mensen, hier kunnen jullie een klein beetje van de kast alvast zien. Jennis heeft doos 1 al uitgepakt, dit is doos 2. Nou, moet je eens kijken mensen, dit hadden ze vroeger niet hoor, al die nummertjes op alle onderdelen. Dus die kast die kunnen we waarschijnlijk heel makkelijk in elkaar zetten. Tenminste, Jen. Ja, Jenny dus. Ja. Want ik kan het niet. Dus zij vindt het heel leuk om te doen. Dus ik ga er wel helpen, ze had me nu even nodig. Dus mensen, dan kunnen we eindelijk al deze troep. Jezus, mensen. Kunnen we in één kast doen. De tweede kast die gaat dus ook nog komen. Die komt gewoon hiernaast. En ik denk dat we eigenlijk nog een derde iets in het midden gaan doen. Ik wil iets gewoon... plat met een spiegel erboven, maar dat hebben we nog niet besproken.